De chauffeur werd onwel en reed even voor 11:30 met zijn vrachtwagen het water in. Daarop zijn direct de hulpdiensten gealarmeerd. Ter plaatse gekomen hadden er al een aantal omstanders geprobeerd de persoon uit de vrachtwagen te halen. Uiteindelijk heeft de brandweer dat gedaan. We hebben daarvoor een ladder geplaatst in de vrachtwagen en de persoon uitgehaald. Omdat de vrachtwagen heel instabiel stond, hebben we eigenlijk aan de vrachtwagen zelf ook niets meer gedaan. De persoon is vanuit de vrachtwagen in de ambulance gegaan voor een reanimatie. In verband met de bergingswerkzaamheden is de weg de hele middag in beide richtingen afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid via de Middelbroekweg.